Karenwegstreek ziekenhuis, die is geopereerd. Ze lag 10 uur alweer op zaal. Van Karen knapt snel op. Dan vind ik u allemaal top. Lieve vrienden, een hele goede morgen allemaal gewenst. Ja. En goed is het niet, want ik moet met meisjes door het rot weer heen. Ja, is helemaal niet fijn hoor. Nee. Maar ja, oké, het is vandaag alweer woensdag. De 29e september. En we leven om, ik heb de computer nog niet aan en ik ben 2 minuten voor, dus het is 11:14 - 2, 11:12. Karen ligt in het ziekenhuis, die is geopereerd, ze lag om 10 uur alweer op zaal. En denk je, dat is een goed teken? Nou nee. Nee, ze is zo beroerd als een hond, ze is misselijk tot de met. De pijn is nu een 5, zei ze. Het was eerst een 2, nu is het 5. En maar ze is nooit misselijk als ze na een operatie weer wakker is geworden. Heeft ze nog nooit eerder gehad. Dus ja, ze heeft het aangegeven dat ze net bij was gekomen op de uitslaapkamer. En ze heeft het ook al tegen Roderick verteld, ze heeft het tegen de artsen verteld. Ze heeft er wat voor gekregen, maar nou is het nog erger geworden. Dus ja, ze gaan het overleggen met de artsen en dan hoort ze meer. Dus ja, ze heeft me net zelf gebeld. Nou, hier, ze klonk natuurlijk belabberd, logisch hè. Maar ik zit er toch wel eroverheen, weet je. Ik heb ook een slechte nacht gehad erdoor en heel veel hoofdpijn. Nou, dat had ik gisteren, dat weten jullie. Het is nou wel gezakt, omdat ik weet, die operatie is voorbij. Maar ja, je wilt ook hebben dat dit overgaat, weet je. Maar ja, ik vind dat regen ook niks aan. Maar ik wens jullie natuurlijk ook welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het zal vandaag om Karin, denk ik, draaien. En ook krijg ik Cindy om 11:45 op bezoek. Dus voor die tijd moet ik meisjes uitgelaten hebben. Maar het spoelt. Ja, ken je dat? Ik wil een regenjas, maar dat is ook niet alles. Nee. Ik heb al mijn hoge laarzen aangetrokken van blauwe enkellaarsjes. Want die zijn ook waterdicht, deze. Nou ja, en dan mijn dunne jasje aan en de regenjas eroverheen. Ja, ik weet het anders ook niet. Nee. Maar ja, we proberen er tegenaan te gaan. Ik capuchon maar op. Ik heb net mijn haar gefriemeld en gedaan. Haal ik erin en dan een beetje kneden, weet je wel. Dat het een beetje omhoog komt, want het zat zo plat als een dubbeltje nadat ik het gisteren geworven had. Maar oké, lieve vrienden, het maakt allemaal verder niet uit. Ik hoop op een spoedig herstel voor mijn lieftallige dochter Karin, waar ik zielsveel van hou. Dus ja, meisje, zet hem op. Ja, meer kan ik niet zeggen. Dus als jullie nou dat ook bij haar maar verhaal doen, op haar YouTube-kanaal en ook onder deze vlog van mij, van Karin knap snel op, dan vind ik jullie allemaal top. Ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je dag zoals je zelf in wilt vullen, maar geniet ook samen met ons. We zijn weer thuis, door de regen heen, en er is niks aan. Gelukkig heb ik maar een korte rondje hoeven te doen. Want de dames die deden hun behoeftes al zeer snel. Dus ik denk, mooi zo. En dan weer naar huis, want ik heb thuis nog genoeg te doen. Want ik heb de afgelopen dagen 2-3 keer niks gedaan. Nee, want ik was ten eerste ziek en beroerd van de hoofdpijn en de rugpijn. Dat hey, als je spanningen hebt omdat je dochter geopereerd moet worden. En het is vandaag dus gebeurd, dus die spanningen glijden dan weg. Enkel, ja, ze is beroerd misselijk en het is niet echt goed met haar. Maar ja, zij heeft nog nooit gehad dat ze misselijk is na de operatie. Maar het gebeurt wel vaker, dus ja. Die is gek. Stel je mafioze. Maar in ieder geval, ik draai jullie even om, dan zien jullie wel wat ik bedoel met vies, smerig en troep.
Ten eerste, het had hier gestoven met zand. Ook heb ik de dieren ingepoederd met antiflooien. Dus ja, dat stuift ook. Ik doe het op de ouderwetse manier. Dat heeft altijd nog geholpen. Dus ja, dan denk ik dat het nou wel weer zal helpen. Enkel, ik kan bij Elwing moeilijk door haar vacht heen komen. Dan de afwas van afgelopen zaterdag en een paar dagen daarna. Maar ja, ik heb niet veel gegeten. Gisteren voor het eerst warm gegeten. Nou, dat gaat vandaag wat anders doorheen. Ik heb het hier in dit pannetje gegooid. Nou ja, dan las je nog een hoop vet in en ik moet dan dat vet niet. Dus er komt nog wat doorheen. Rijst of zo, ik weet het nog niet. Of noedels, ik weet het nog niet. Dat merk ik vanavond wel, waar ik zin in heb. Maar in ieder geval, dat is klaar. En ik ga nou snel verder voordat Cindy komt. Dus ik zeg, lieve vrienden, nogmaals, geniet van je dag zoals je hem zelf in wilt vullen. Maar geniet ook met ons mee. Lieve vrienden, als eerste wil ik jullie een hele, hele fijne, liefdevolle avond toewensen. Ja, want het is alweer half acht geloof ik. Ik zal even kijken, maar er zijn niet twee dames aan het donderjagen. Ja, 19:34 uur. Ik heb een vlog in elkaar weten te zetten. Cindy is geweest. Met Cindy heb ik boven alles wasgoed er doorheen weten te vouwen, etc. Ook heb ik telefoon gekregen van een zekere Luc. Dat is mijn contactpersoon voor Miep. En Miep, dat is een schoonheid, ja hoor. Een schoonmaakbedrijf, althans, voor in huizen, niet, ja, misschien doen ze ook gebouwen, dat weet ik allemaal niet. Mijn haar zit voor geen meter, want ik heb mijn capuchon weer opgehad, maar het doet er niet toe. Stelletje, gekke. Maar in ieder geval, ik krijg deze week weer geen hulp. Nee, want die vrouw die afgelopen vrijdag was, die had het een en ander tegen Francis gezegd. Francis die vertelde het me vanmiddag pas door de telefoon. Dat vond ik al helemaal niet fijn. En ten tweede, ik vond haar al raar doen tegenover Elwing en Rijka. En dan word ik al, gaan mijn nekharen al overeind staan bij wijze van spreken, weet je wel. Nou en inderdaad, ze komt niet meer, ook vanwege de dieren. Ja, nou, dat staat toch op papier? Laten we dat dan beter allemaal lezen. Het staat er ingevuld dat ik dieren heb en dat ik er eentje moet hebben die van dieren houdt en tegen dieren kan, etcetera. Ook heb ik een kat. Alles staat erin, dus wat willen ze nou nog meer? Maar ja, zoals nu staat, heb ik deze week weer niks. Maar Luc, die zou me dan aan het einde van de week weer even bellen, ja, aan het einde van de week, we zitten nu al op de helft, weet je, dus wat is bij jou aan het einde van de week? Ja. Yeah. Dus ik weet het niet en ik heb hem ook gezegd, probeer er dan eentje te zoeken voor twee keer in de week, anderhalf uur, maak samen ook drie uur. Maar ja, dat vinden ze weinig, ja, maar ik vind het in één keer te veel. Ik ben gewend twee keer, anderhalf uur. Dan blijft je huis ook beter schoon, want het ene anderhalf uur doen ze bij wijze van spreken boven en het anderhalf uur doen ze beneden. En ik houd een beetje tussendoor ook bij, weet je. Dat is voor mij makkelijker. Nou moet ik alles, ja nee, dat gaat het niet worden. Kanonnen, ik heb er niet voor niks om gevraagd en het is al jaren zo, weet je. Nou laten we dat dan ook zo houden. En niet in ene gaan veranderen omdat je ook van bedrijf verandert. Nee, dat moeten ze overnemen. Simpel. Maar oké, televisie heb ik ook alweer aan. Want om 8:00 komt GTST weer. Dat wil ik zien en ik moet nog eten maken. Dus ja, dat gaan we nou lekker eventjes doen. Ik heb de ene helft klaar. Want ik weet nog steeds niet of ik er doorheen moet doen hoor. Nee. Echt, ik geloof dat ik maar noedels erin neem, ja, dat is wel in een heet water en het is klaar. Ja, dat gaan we doen. .nl. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet verder van je avond. Dat gaan wij ook aan deze kant doen.